vandaag gaan we alleen maar geel eten. Ja, dit is de keuze voor vanavond. Hoe duur is die? Ja, doe je. Elie heeft een donut met gesmolten kaas. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze video van Broer Zuster 2. Ik ben Heli. Ik ben Heetjen. En vandaag gaan we alleen maar geel eten. Nou, wat we gaan doen is, we gaan alleen maar geel eten. Dus we gaan straks naar de supermarkt. En dus we mogen alleen maar gele dingen eten. Geen mandarijn. En ook geel drinken. Ook geel drinken. En sinaasappelsap en nog. En paprika, gele paprika natuurlijk ook. En ook nog kaas. Nu moet Heli kaas eten. Hoeft niet. Ligt eraan of je lekker vindt, hoe geel. Ja, Heli en Helen kunnen zichzelf nu zien in de camera. Ik heb een staartje in vandaag. Ik heb het. En ik ben mama en ik ga ook meedoen met deze challenge. Want ik vind het zelf een hele leuke challenge. Ook al ik ben misschien een beetje een spelbreker. Want ik heb geen gele trui. Maar ik heb een blauwe trui. Maar ik ga ook meedoen met alleen maar geel eten. Want ik vind het zelf een hele leuke challenge. En waarom? Omdat je heel erg bewust bent met die gekkigheden. Je bent heel erg bewust met wat je eet, toch? Want we gaan zo meteen naar de supermarkt. Maar heel veel geel eten is best gezond. En er is niet mega veel geel snoep of zo. Nou ja, dat gaan we zo meteen zien in de supermarkt. Geen gele chocola. Of misschien bij de Tony's. We gaan het zien. Chocola! Want wat kunnen jullie nu al bedenken dat geel is? Nou, ik zie een sappelsap. Voor heden tenminste kaas, voor mezelf niet geel snoep. Ik hou niet meer van kaas! Okay. Okay. Ja, wat is er nog meer geel, Heden? Heden, weet je nog iets? Sinaasappel? Ja. Mandarijn? Dat is oranje. Oh. gele taart. Gele taart. Nou, oké, dat kan. Dat kan. Een minion taart. Dat kan. Een minion taart, ja, dat is geel. Maar warm eten. En van die kleine stippeltjes. Je weet wel, macaroni. Nee, van die kleine stippeltjes dat ik kan eten. Oh, ik weet dat ze kunnen mais. Eten. Mais. Ja, mais is ik, ook ik heb veel. Een beter idee. Wat dan? Macaroni met kaas. Dus, we gaan zo meteen naar de supermarkt en dan gaan we allemaal geel eten halen. Ja. Yay. Oké, nou gaan we pakken wat geel is. Bananen. Je bananen meenemen? Zal ik maar bananen. Zijn die goed? Ja. En ook citroen meenemen, dat is ook geel. Ja, kan ook. Hier, doe maar in de kar. Ja, maar gele banaan. Gele banaan. Dit is geel. Maar ga je dat ook opeten dan? Misschien moeten we citroensmoothie maken. Dat is heel zuur hoor. Ik denk wel mee, ja, het is geel. Oké. Okay. Dus we hebben fruit. En ananas? Oké. Ananas is wel veel. Kan er nog pakken? Moet hij nog rijp worden of zo? Nee hoor, als je hem van binnen opensnijdt, dan is hij geel. Ja. Geen ananas. Oké, en nu? Wat hebben we nog meer nodig? Het hangt er aan elkaar. Ach, mango! Oh. Eten we nou alleen maar geen fruit of zo? Oké, we hebben genoeg fruit. Nu moeten we denken aan avondeten. Gaan we even. Dan moesten we mais hebben, hè? Ja. Zullen we mais pakken? Moeten we die kant op? Hier, Helen, hier is de mais. Yo, kijk nou wat hier ligt. Wie wil er een gele banaan kopen? Bananenschil kopen? Ja, dit is de keuze voor vanavond. Hoe duur is die? Een gele banaan. 2,75. Dit product is binnenkort weer verkrijgbaar. Ja, dat moeten we eten. Een gele bananenschil. Nou. Dat moet je eten. Is dit niet geel? Nee, maar kijk. Ja, dat is kip. Kijk. Hoe ligt die bananenschil daar? Is heel veel geel. Kijk dan. Kipsnitzel. Nou. Hier. Kipsnitzel. Gele kipsnitzel. Nou, nooit gegeten, maar het lijkt ziet er heel lekker uit. Zullen we dat doen? Nee, doe maar in de kar. Hier, wil je er een bananenschil komen? Heerlijk vers. Heerlijk op de grond gelegen. Kijk, wat hebben we nu allemaal? Kipjompie is ook geel, toch? Heel uit. Ja. Ja. Voor mama, voor wie? En ik wil wel eten. Voor mama, dit is voor mama, hè? Ja.
Papa vindt Surinaams ei lekker, dat is ook geel. Ja, jij bent weg. Nou, doe je. Hier, kijk. Gele kleurstoffen, blauw, geel en rood. Nou, deze moeten we wegdenken, want we hebben alleen de gele nodig. Want apart geel kan niet, dus we nemen even gewoon de hele verpakking mee. En dan moet je wel glazuur hebben, hè? Deze is een beetje vies, dus ik gebruik er eentje erachter. Dan maken we daar geel glazuur van en dat doe je dan op een donut. Ja, dat doen we op deze donut. Oké, okay. Lekker. Nou, doe maar in de kar. Ja. En dan wil je Fanta? Dat is Fanta. Hier, dit hè. Hier, kijk, dit is allemaal geel. Nou, pak Fanta. Ja, kijk, dit is 0% suiker. Heel goed. Gezond. Oh, wow, kijk, een rietje. Zodat je kan zien wat dat erin is. Trekt dan weer het aantal suikers van de donuts recht. Wat nog meer? Gele chips natuurlijk. Gele chips. Ik zat vandaag nog gele brokjes. Gele brokjes. Dit zijn de geelste chips die er zijn. Kaaschips. Die zijn zo lekker. En welke wil jij, Haley? Ja, het komt een beetje in de buurt van geel. Ja, het is donkergeel. Mag wel, neem maar mee. Want het is geel. Donkergeel. De chips zijn wel geel, dat klopt ja. Donkergeel. Ja, donkergeel, helemaal goed. Dit is de kar. We hebben mensen zouden het echt heel gek uitvinden. Drinken, brood, wat lekkers, fruit. Hebben we ook gele thee? Oh, thee. Gele thee. Gele thee. Kom, Haley, we gaan gele thee aan. Hier, kijk. Citroenthee. Citroen en citroenen. Ik wil gele thee. Gele thee. Oké. Hebben we nou alles? Het vraag je me af. Ja, we hebben alles. Oké, we hebben avondeten. We hebben mais. Kip en aardappeltjes. Dan hebben we een toetje. We hebben een broodje voor zometeen. We hebben fruit en we hebben wat lekkers. Dan hebben we alles. Denk jij dat een kat dit lekker zal vinden? Kaassmaak? Ja, gele snoepjes. Ja, ja, allemaal perfect. Neem maar mee. Ja, maar het is kaassmaak. Ja, dat vind ik altijd fantastisch. Oh, echt? Ja. Neem maar mee. We hebben ook gele kattensnoepjes, maar dit is kaassmaak. En papa zei dat katten kaas heel lekker vinden. Ik niet. En het heet Catisfaction. Ja, nou. Ik vind kaas ook lekker, dus ik kan die vinden van. Nou, we misschien wel Heden ook wel zo'n snoepje dan. Een snoepje proeven, denk ik. Gaan we papa doen een proeven aan voor de geest? Papa gaat eerst. Ja, papa moet er eentje proeven straks voor de geest. Niet leuk. Oké, okay, nou dan gaan we betalen. Als het dan gaat miauwen, wat dan? Nou, we zijn inmiddels thuis van de supermarkt. En ja, nu gaan we de dingen laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Wat geel is. Nou, hiermee gaan we dus geel glazuur maken. Dus dit noemen we wel geel glazuur bij elkaar. We hebben citroen, kaaskattensnoepjes, zoontje of zo, een ananas, twee wat geel drinken, gele chips, gele vla, gele thee, gele kip, gele popcorn, gele mais, nog een meer gele mais, geel brood, gele banaan, zat er. Ja. Nog een keer gele chips, nog een keer gele saus, broodjes, ja, dit broodje is geel, een beetje, en mango en kaas, dat was het. Ja, dat gaan we vandaag allemaal opeten, dus dan zijn jullie morgen geel. En een beetje yoghurt voor de bananensmoothie. Ja, daar kunnen we en banaan. Banaan en mango, daar kunnen we dan een smoothie van maken. En dat is natuurlijk een gele smoothie. Ja, dat wordt geel. Ja. Het is nu tijd om te lunchen, dus ik heb voor Haley even een broodje gemaakt. Dat is deze. Met het beleg is dan wel geel, alleen het brood is niet geel. Maar goed, weet je, hier en daar moeten we toch een klein beetje vals spelen, denk ik. Want ik had wel geel brood gehaald. Dat is dit brood. Maar dat vinden ze allebei niet lekker. Ze moeten natuurlijk wel eten hè, vandaag. Dus we doen ons best, zoveel mogelijk geel. Dus alleen het brood is dan niet geel, maar het beleg wel. En ik heb ook een glaasje limonade en die is hartstikke geel. Dus dat is nu de lunch voor Haley. Haley, ik heb voor jou een glaasje gele limonade en een Italiaanse bol. Ja, dat is erbij. Ook een beetje geel. Is ook een beetje geel. En wat ben je nu aan het doen? Deze broek heb ik van mijn vriendin gekregen, Joy, omdat ze had deze dubbel, dus ik vind hem heel leuk. En wat is het voor boek? Dat boek van de Wits. Ja, Haley is lekker aan het lezen. En de rest van de poppetjes, ze zijn een beetje manga-achtige poppetjes. Hoe zie je? Heel leuk.
Nou, gaan we lekker lezen. En lekker eten. Geel eten. Ja. Tijd om de poesjes een snoepje te geven. Zo. Kijk eens, Scarlett. Oh, lekker. Nu is het suikerstukker. Dat is echt een smikkelpomp. Een kaassnoepje. Dan lekker, ja. En nu, Eros. Ik ga echt een voor zijn neus nemen. Oh, je eet bijna het kleed op, schat. Hier, oh. Echt zo'n lekker snoepje. Nu de donuts voorzien. Maar waar is dit eigenlijk voor? Ja, we hebben glazuur. En dat heb ik even in een warm, ja, een bakje met warm water gezet. Die kan Haley dan nu openknippen. Hier, dus wit glazuur. Mag ik weer ook wit glazuur? Nou, dat gaan we geel maken. Met deze? Ja, heel goed van jou. Ja, met witte kleurstof. Of met gele kleurstof. In één keer is dat al goed, Helen. Ja, dat is helemaal perfect, schat. En nu mag ik roeren. Ja. Goed roeren. Het begint al een beetje geel te worden, hè, mama? Mama, okay. Het is klaar. Oké, okay, dan kan je dat op je donut smeren. Dan kan ik pakken scheppie. Ja. En dat doe je. Oh, ik knoei. Sorry. Dat is gewoon glazuur, maar dan geel. Ja, want zo doen ze dat ook bij de Dunkin' Donuts. Dat is ook allemaal met glazuur en chocola. Dat maken ze ook met kleurtjes. Dus jullie kunnen eigenlijk zo bij de Dunkin' Donuts gaan werken. Ja, dat mogen we nu opdoen? En nu mag... Nee, dan wil je niet meer glazuur. Ik heb nog wat... Nou, dat is wel goed zo. Ik help hem. Ja, je mag een beetje likken. Ja, mag wel hoor. Zo. Maak even zijn donut wat. Ja, nou is wel goed zo hoor, glazuur. En dan mag je even wel nog, het is niet helemaal geel, maar het is een beetje goudgeel, mag je spikkeltjes erop doen. Oh, wauw. Niet te veel hoor, helemaal niet dik. Kijk maar uit. Zo, doe je gewoon. Oh, oké. Kijk, wauw, leuk zeg. En dan nu, mogen we hem gaan opsmikkelen. Nu mag je hem opsmikkelen, ja. Oké, we doen. Ziet er lekker uit. Oké, dan gaan we lekker een donut eten. Nou, papa, ik heb hier geen donuts. Ik heb ook gesmolten kaas. Ja, Haley heeft een donut met gesmolten kaas. Is lekker, Haley? Mm-hmm. Nou, lekker geel tussendoortje en dan gaan we straks geel avondeten. Mm-hmm. Het is inmiddels tijd om avondeten te maken en ik ben nu aan het koken. En zo ziet het er dus uit als je alleen maar geel eten hebt. Ik zal het even laten zien. Ik heb hier de kip, die zit net in de pan. Ja, dus een schil. Ik heb hier de mais. Ook weer twee pannetjes. En hier zijn de aardappeltjes. Allemaal geel. Allemaal lekker geel eten. En dat gaan we zo meteen lekker eten. En dan doen we er ook lekker een glaasje geel drinken bij. En ik zie hier twee oortjes. Hey. Ik heb iets getekend. Wat heb je gemaakt? Nou, het geeft me een heel vrolijk zomers gevoel, maar het is een beetje een ander. Ja, daar zijn we wel een beetje toe aan de zomer. Ja. Hè? Dat gele, dat geeft maar me wel een zomers gevoel. Hier, kijk. Oh, wat heb je gemaakt? Wat leuk. Vertel, wat heb je gemaakt? Nou, kijk, hier draagt een heel leuk ananasjurkje met groene stipjes. Want dat vond ik wel leuk passen, omdat dit ook groen is. Je weet wel, dit stuk van de ananas is groen. Ja. Dus dan dacht ik, oké, dat is wel mooi bijpassend. En het hele gele jurkje en een beetje dat gele haar. Dus er zitten twee verschillende kleuren geel in. En dat, kijk, dat hakje. Een hakje. Met de ananasje erop. Want jij denkt, het is vandaag de dag dat we alleen geel gaan eten. En dan maak je een leuk geel poppetje. Oh, ik ben iets vergeten. Wat dan? Dit van de choker een beetje. Dat... Oh, dan moet nog groen. Ja. Heel leuk, schat. Dat is alles wat ik heb gehoord. Alleen dat moet ik nog even doen. Oké, we gaan zo lekker eten, oké? Ja. Zo, het is tijd om avond te eten. Oh, dit ziet er luxe uit. Ja, luxe. Het is allemaal geel. Dus wij hebben een kippetje met een citroentje, mais en aardappeltjes. En voor de liefhebber hebben wij nog gele Hawaii saus. Oh, wacht. Een citroen die brengt heel veel smaak naar iets, toch? Oh, ja, mama. Nee, maar jongens, dit is echt heel zuur. Neem maar. Neem maar. Niet zo zuur? Het ruikt zelfs al zuur. Ja. Okay, neem maar als je het ruikt... Nou, dan 3, 2, 1. Neem maar op. Gewoon eten. Zuur, hè? Ik begin het zo zuur te vinden omdat hij er nog op valt.
niet. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Smakelijk eten. Cheers. En nu is het tijd voor een geel toetje. Bananenvla. Ja, bananenvla. Yay. Lekker. Kijk, ik ga het over mijn tanden eten. Hm. Ja, je wordt al helemaal geel, een jongen. Een lekkere citroensappie. Nou, het is een beetje... Ja, het is... Sinaas. Ja, dat is een beetje citroenachtig. Ja, je had citroentje erbij, hè? Ja. Dus een beetje erin gegaan. En daarom is die een beetje gaan druppelen. En een geel rietje erbij. Lekker. Oké, Helly. Ik heb al het gele fruit klaar. Voor de smoothie. Gelegd. Voor de... Smoothie. Smoothie. Ja, hiermee ja. Gewoon smoothie. Ja, de ananas die gaan we gewoon eten. En de banaan ja, ja. En de mango die gaan in de smoothie. Oké, wat moeten we doen? Ik heb hier al een beetje yoghurt in gedaan. Oké, dus de banaan moeten we snijden. Ja, dan mag de banaan een stukje snijden. Hier is een banaantje. Nou kijk, hier hebben we ook gewoon een... We kunnen ook gewoon een banaan in een banaanschil kopen. We zagen ook een banaanschil in de winkel. Maar ja. We kunnen net zo goed een banaan in een banaanschil kopen. Ja, dat is echt heel vies, hè, die bananen. Ja. Ja, vies stukjes mag je eruit afsnijden. Weet je, ik snijd dit heel stukje dan van. Dit ziet er wel heel vies uit, dus dat stukje. Nu gaan we snijden. Oh, wel plantje. Ik moet zeggen, het ziet er wel tropisch uit, zo. Al het geel. Aha. Heel tropisch. Zomers. We hebben zulk slecht weer. Heb je een kokerelle, moppie? Smoothie. Hallo. Oeh, lekker. Smoothie. Gezond, nou. Word je fit van. Zomers. Nou, alle mango en banaan zit in de blender. Natuurlijk met wat yoghurt, want anders is het niet zo'n smoothie. En dan ga ik nu de blender aanzetten. Twee lekkere gele smoothies. Kijk eens. Een lekkere smoothie voor Aiden. En deze is van mij. Ja, we hebben hier ook wat geel fruit. We hebben hier stukjes mango, stukjes ananas en voor Heden apart een banaantje, want die vindt dat niet zo lekker, mango en ananas. Ik ga nu proeven. En lekker smoothie. Lekker. Lekker. Ja, eet maar schat. Mag dat? Heb je een proefje van je smoothie? Oké. Veel fruit. Ik ga ook lekker even mijn smoothie pakken. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar mijn smoothie. Dus ik heb hem nog niet geproefd. Dikzak. Oh, dat is wel heel lekker deze. Kom hier, dikzak van 30 kilo. Maak het heel vaak maken we het met het van, dat bevroren fruit maken we het, hè? Ja, kijk, ik heb Eros en hij is Eros. Heel dik en zwaar, maar ik kan hem nog tillen. Oh, jij had vandaag kaasnoepjes gegeten, hè, Eros? Ja, zie je, hij likt zijn bek al af. Die deed maar een kaasnoepje. Ze mogen misschien straks nog wel eens een kaasnoepje. Je zei het woord en hij had er al zin in. Ja, hij had er meteen zin in, ja. Hoe vonden jullie het om de hele dag geel eten te eten? Vonden jullie het leuk? Ja, en lekker, hè? Nou, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En een like. En een like. En abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken, want dan mis je nooit meer een video. Doei! Doei.